Waar blijven die kaptekeningen? Ik wil draaien. We zijn vanmorgen nog 7 uur al bezig. Hey Peter, wat is er nou aan de hand? We hebben de hele ochtend nog niks kunnen doen. Wat? Jullie zijn gehackt? En wat gaan we hier dan aan doen? En nog veel belangrijker, wie gaat de opdrijving kosten? Het gaat me ontzettend veel geld kosten. Ik wil zo snel mogelijk een oplossing. Wat we hier zien is een bedrijf wat werkt in de keten, in een productieketen. En doordat een van de toeleveranciers gehackt is, kunnen ze zelf niet verder werken. Helaas gebeurt het steeds vaker. Volgens cijfers vanuit de overheid gebeurt het ongeveer 1 op de 6 bedrijven overkomt dit. De keten is zo sterk als de zwakste schakel. En wat er hier dus is gebeurd is dat een van de toeleveranciers is gehackt. En dat je daarom zelf ook de gevolgen ervaart van zo'n hack. Omdat je afhankelijk bent van de producten of diensten van je toeleverancier. Wat je hier tegen kan doen, ieder bedrijf is sowieso zelf verantwoordelijk voor zijn digitale veiligheid. Dus het bedrijf in de keten kan eigenlijk niet heel veel zelf doen, behalve dat hij heel duidelijk met de toeleverancier het gesprek aan kan gaan over zijn of haar verantwoordelijkheden. Goh, hoe heb jij je eigen digitale veiligheid geregeld? Heb je de basale maatregelen genomen? Dat je bijvoorbeeld een netwerksegmentering toepast, waardoor je niet zomaar van je productieomgeving naar je kantooromgeving kan en weer terug. Dat je bijvoorbeeld goede wachtwoorden gebruikt, dat je virusscanners hebt geïnstalleerd en zo zijn er nog wel een aantal andere basismaatregelen. Praat daarover met elkaar en wissel ook informatie met elkaar uit. Cybersecurity is iets wat ieder aangaat. Steeds meer bedrijven worden slachtoffer en het is heel belangrijk om daar open met elkaar over te zijn. Over te praten, wat is mij gebeurd, wat had ik anders kunnen doen, wat heb ik geleerd en dat we met z'n allen digitaal weerbaarder gaan worden.